Er zijn dus gigantische investeringen nodig die gemakkelijk te vergelijken zijn met de deltawerken uit de vorige eeuw. Maar voor de industrie is groene stroom nog niet rendabel. En dus staat mijn generatie voor tientallen miljarden aan kosten. Windmolenparken en zonneweides moeten worden aangesloten met nog eens 60.000 kilometer nieuwe elektriciteitskabel. En er moeten duizenden transformatoren worden bijgebouwd. De kosten vanaf 2030 5,5 miljard euro per jaar. De netwerken zijn van de staat, dus die miljarden moeten we samen opbrengen. Hoe kun je er nou voor zorgen dat er alleen maar groene stroom door dit soort kabels loopt? Ja, er moet nog veel meer groene stroom worden opgewekt. Dus TenneT gaat tot 2030 nog 9,6 gigawatt wind op zee aansluiten. Vervolgens zijn we dus heel veel nieuwe kabels aan het aanleggen om die elektriciteit te kunnen transporteren. Maar kun je, als je bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak hebt en je hebt stroom over, kun je dat dan gelijk naar jullie leveren? Op veel plekken wel, maar op veel plekken ook niet. Want we hebben te maken met zo'n toestroom van met name zonne-energie, bijvoorbeeld in het noorden van Nederland, dat de netten daar behoorlijk vol zitten. Ze zijn echt aan het bijbouwen. Ja, en zo'n zonnepark staat er in 2 jaar. Maar een nieuwe hoogspanningsverbinding kost minimaal 8 jaar om die neer te kunnen zetten. Wat je met heel veel inspraakprocedures te maken hebt. En dat is ook goed, maar dat kost tijd.